Snel. Leuk me nou. Ging wat moeizamer dan verwacht. Tan tan tan. Dit is een hartje van de vent. Oh, dat is niet hard. Ja. Oh, aim is moeilijk. Jongen, jongen, jongen. Oh yeah. Yay, another claw shot. Now we have 2. Even half correct English te talken. Ja. En nou. Wacht, moeten we daar eens tonen? Beste items, ja. Qua items zijn ze het handigst. Vetste vind ik dus nu steeds de spinner. Als ik er één zou mogen kiezen van Twilight Princess die ik zou mogen hebben, dan wordt het de spinner. Ja, of de Dominion World, die is ook wel leuk. Allemaal mensen die je wil opleggen en zo. Het zou eigenlijk één van die twee zijn. Ja, maar stel nou, Emiel, stel nou dat dat niet is. Stel nou dat die ook gewoon op mensen werkt en zo. Joh, ik vind dat dat dan de regel is. Gewoon omdat ik dat vind. Dan mag die ook op mensen gebruikt worden. Gewoon niet te moeilijk doen. Ik vind het dan. Oh ja, deze. Wat is de deur? Waar was die deur ook weer? Moet die hier nou toch weer dicht? Of zit ik nou helemaal verkeerd? Oké. Nino Woody. Ja, zie je? Moet je daar aan gaan hangen? Ja. Dan moet die open, dan moet je Ja. Zie je. Ah. Ah, dit is trouwens een stuk duidelijker, dat ik ook meteen dat ding voor krijg, zeg maar. Gaat dood.
dit niveau. Hè? Wat is er hier? Het is rustig op de chat, ja zeker. En toch hebben we volgens Expert 10 viewers. Dan weet ik in hoeverre ik Expert nog moet geloven soms. Maar... makkelijk. Ik had het eigenlijk zo moeten doen dat je met je class shot niet met Z mocht darten. Want dat maakt het wel echt te makkelijk zo. Je moet wel kloppen. Nou ja, soms, Peter, soms knalt hij ineens weer naar 0 en naar 2 en dan ineens weer naar 9. Dus dat... XSplit die doet wat dat betreft echt weer heel vaag. En ook zie je super, super leuk bezig met het logo. Vind ik veel belangrijker dan dat je naar mijn stream kijkt, met mijn ogen rotten. Ja. Tof dat je dat aan het doen bent. Don't avoid me. Oh. Ik ben tamelijk voorbereid op Thunderbird. Wat? Thunderbird? Heb ik iets gemist? Emil, what did I miss? Oh, oké. Okay. Heet die serie Thunderbird? Oh god. Holy... hier was het overigens. Helemaal niet meer hoeft te zijn. Laat me raden. Het is een vogel. En die kan met donder spelen. Zit ik een beetje in de buurt? Of is het gewoon zo slecht dat dat helemaal niet klopt met de naam? Zeker niet verkeerd. Nee. Hij gooit vuurbal. Poorly chosen boss title. Oh god. Hoe moet je die ding ook weer draaien? Hoe moet je iets activeren dan? Oh, wacht even. You know what, let's go back. Nog een kant. Ik kan hem dus zwak met de spreuk Thunder heet. For real? Nee! Dan maak je het weer te makkelijk. Dan ga je voorzeggen wat je moet doen. Dat vind ik nog steeds niet logisch. Als je het mij vraagt. Nou goed, wat weet ik er nou van? Ik maak geen zelf games natuurlijk. Dat mag ik zeggen. En inderdaad, Peter Zept was een prima vertaling. Oh, ik ook. Ja, echt een boven volgens mij. Auw! Alles voor pols. Nee, helemaal niet zelfs. Ik merk dat ik hier mijn pols veel minder nodig heb bij Skyward. En daar had ik toch echt wel wat meer te doen, zeg maar. Kijk, ik zou uit de lucht kan schieten. Oh! Boo to the ja! Ah. Die krijg ik dan weer niet geraakt. Kom hier, jij vervelend ventje.
Aha. Nee, nee, nee. LOL! Ik val er gewoon niet af. Wat? Wat is deze? Dit meen je niet. Ah, faal! Dit is echt faal tot en met. Waarom? Waarom? Poorly chosen. Ik loop trouwens echt met de glitchje bij het leven. Ik weet niet wat ik deze playthrough heb, maar het is ja. Glitch mij staan. Ja, kan ik deze oppakken? Ja. En nou. Zolang ik hier maar niet de big key vergeet, hè Emiel? Want daar heb ik ook nog wel eens last van. Ik wil eens een kistje openmaken. Arrows. Oh. Ah. Dopjes! Die kan ik niet raken, hè? Nou, even terug. Ik zal hem eindelijk afgezakt zien worden, dat weet ik niet. Ja, daar hoef je niet te... ja, nou... Ik hoop dat het een beetje gaat lukken, maar bang van niet. Het is wel echt een hele epische bosweg en hoe ze hem hebben gemaakt en zo, maar... Waar moet ik nou weer naartoe? Ik kan hem even... Oh, ik ben een beetje... Oh, hier komt hij boven. Maar het is toch... Kan je niet vanuit daar ergens? Mine is blown again. Dat haalt hij niet. What the f... Oké. Link is lenig, dat weet je nu ook weer. Kijk, kijk dan hoe ver zijn arm gaat. Dit is niet menselijk! Kijk dan! Ik loop weer. misschien moet ik nog eens een keer wat meer op het spel focussen. Misschien een idee. Ah, hier ben ik nog niet geweest. Dat was het net, toch? Oh, dat is echt...